Welkom op Mijn AVL, uw beveiligde patiëntenportaal. U heeft hier inzage in voorlichtingsfolders, afspraken, delen van uw medische dossier en vragenlijsten. U klikt bovenin op Voorlichting om uw voorlichtingsfolders in te zien. Via Mijn Voorlichting vindt u de folders die door uw arts voor u zijn klaargezet. Per folder kunt u selecteren of u de folder al gelezen heeft, of u deze als belangrijk wilt selecteren of dat u deze wilt openen. Als u folders heeft gemarkeerd als belangrijk, dan vindt u deze gemakkelijk terug in het onderdeel Mijn belangrijke voorlichting. In dit geval zijn er twee folders gemarkeerd als belangrijk. Om bepaalde folders op te zoeken, klikt u op het onderdeel Voorlichting zoeken. In de tekstbalk achter Alle categorieën vult u een zoekterm in en klikt u op de knop ernaast om een folder op te zoeken. U klikt bovenin op Afspraken om uw afsprakenoverzicht terug te vinden. In het onderdeel Historische afspraken vindt u de afspraken uit het verleden. In het onderdeel Dagbehandeling-kuuroverzicht vindt u het kuuroverzicht, indien dat voor u van toepassing is. En in het onderdeel Opnames vindt u de geplande opnameafspraken terug. Bovenin klikt u op Medisch dossier om een aantal onderdelen van uw medisch dossier in te zien, zoals beeldvormende onderzoeken, brieven en andere onderzoeksuitslagen of conclusies. Ook vindt u een medische woordenlijst voor een toelichting op moeilijke medische woorden. Als u bijvoorbeeld een afgenomen hartfilmpje in wilt zien, klikt u links op ECG en vervolgens rechts op Openen. Om het hartfilmpje weer te sluiten, klikt u rechtsboven op het kruisje. U klikt bovenin op vragenlijsten om vragenlijsten ter voorbereiding op uw behandeling of onderzoek in te vullen. Via ingevulde vragenlijsten kunt u de eerder ingevulde vragenlijsten ook inzien. Medimap en Fitblijven zijn specifieke behandelprogramma's die hier niet verder zullen worden besproken. Bovenin klikt u op Mijn gegevens om uw persoonlijke gegevens in te zien, zoals deze bij het Antonie van Leeuwenhoek bekend zijn. Het is belangrijk om deze op juistheid te controleren. Als u op uitloggen klikt, sluit u mijn AVL weer af.